Maar even nog een stukje ingaan op ID, de radicaal-rechtse fractie. Dan zien we ook in Duitsland dat AFD de tweede grootste partij is geworden. Het land dat bekend stond dat ze na de Tweede Wereldoorlog een soort taboe hadden op rechts, dus alles rechter dan CDU, dat is een soort van verboden. Toch zie je dat er in de laatste jaren een, um, ja, een gevoel is ontstaan dat veel Duitsers zeggen van weet je wat, we zijn nu wel bereid om op AFD te stemmen. En met name de jongeren heb ik begrepen. Hoe zou dat komen? Migratie en Oost-Duitsland. Ik denk als ik het in twee, drie woorden zou moeten samenvatten, zou dat het zijn. Uh, migratie heeft natuurlijk sinds 2015 een grote stempel op de Duitse politiek gedrukt. En ook op de samenleving. Sinds de asielcrisis. Ja, dus eerst op uh, de samenleving en daarna op de politiek. En daardoor is de AFD behoorlijk in opkomst geweest. 2015 na het sinds de asielcrisis. Uh, en je ziet tegelijkertijd ook terug dat in Oost-Duitsland... De bereidheid om AFD te stemmen veel groter is dan in West-Duitsland, en dat heeft natuurlijk ook gewoon met uh, de cultuur, historische elementen te maken. Uh, die geschiedenis van Oost-Duitsland, uh, Oost het veilige, uh, niet per se prettige rijk, maar een soort van veilig thuiskomen in de geschiedenis. Dat gevoel dat heimwee hebben heel veel mensen nog, en ik denk dat dat er ook verzorgt dat heel veel mensen in Oost-Duitsland op de AFD stemmen, terwijl ze dat in West-Duitsland veel minder doen. En inderdaad, onder jongeren van 18, 19, 20 jaar oud... volgens mij tot zelfs 24 jaar oud... is de AFD de grootste fractie geworden. Dus dat geeft wel aan dat de bakens worden verzet in Duitsland. En ik wil hier ook nog wel bij benoemen... dat eigenlijk een dempende factor is geweest voor de AFD... dat ze uit de ID-fractie gegooid zijn vlak voor de verkiezingen. Een van hun leiders, Maximilian Kra... die had aangegeven dat SS'ers niet per se criminelen zijn... Wat ik dan ook weer denk van. Het is voor behalve volstrekt irrelevant. Slaat het ook nergens Klopt. op. Dus ik snap ook niet hoe je, dat voegt hoe niks je toe. hierop komt, het voelt ja. echt totaal niks toe. Uh, het is echt bizar. Maar goed, ik denk dat dat wel weer inspeelt op het Duitse sentiment van in het redden komen met de Tweede Wereldoorlog geschiedenis. Iets wat nog steeds natuurlijk een heel grote stempel drukt op het niet al te trots zijn op jezelf in Duitsland. En daarbovenop. En wat hierbij een rol heeft gespeeld, is Sandra Wagenknecht. Sarah Wagenknecht. Zij heeft, ze komt uit de linken, dus de SP van Duitsland. En zij heeft een nieuwe partij opgericht die zeer, zeer migratiekritisch is. Wat meer Rusland slash Poetin gezint. En heel populair is ook in Oost-Duitsland, waar ze sowieso al meer met radicale linkse partijen hadden. Die linken was van oudsher ook vrij groot in Oost-Duitsland. De laatste jaren een stuk kleiner geworden. En zij heeft 5,5% à 6% van de stemmen behaald in Duitsland. En in de peilingen afgelopen maanden zag je eigenlijk terug dat toen zij formeel aankondigde een partij op te richten, dat AFD bijna precies met het percentage omlaag ging als zij won in de peilingen. Okay, dus ik denk haar dat haar. AFD heeft nu 16,5% van de stemmen behaald, maar zou nog een stuk groter zijn geworden als zij nog een ID-fractie hadden gezeten en als Sarah Wakenknecht niet een partij had opgericht, dan hadden zij zomaar 21 à 24% van de stemmen kunnen behalen. In die zin ben ik zeer blij met de opkomst van Sarah Wakenknecht. Ja, dus ik weet niet of ze dan de grootste zouden worden, maar ze zouden er wel tegenaan kunnen. Nou, nah, niet de grootste. He? CD, uh, het CDU zou sowieso de grootste zijn geworden. Dus het CDA van Duitsland met 30% van de stemmen. Daar zou AFD nooit dichtbij zijn gekomen. Dat, dat acht ik echt. Maar ja, in ieder meer. geval, als ze niet de 21% raken. Dat is 16,5%. Ja, oké. Okay, 16,5. Dus met Sarah Wakenknecht-zetels erbij zou je kunnen zeggen dat ze op 21 à 24% ja. van de stemmen zouden zijn uitgekomen. Daarmee zijn ze wel de tweede fractie geworden. En onderschat dat ook niet. Daarmee is het, wat dat betreft, een grote oppositiepartij. Niet de grootste, want dat is nog steeds de CDU, die in het Duits parlement uh, natuurlijk gewoon oppositie voert, niet leidt. En de SPD behaalde, de, de, dus de Partij van de Arbeid van Duitsland, uh, van uh, bondskanselier Solz, de slechtste verkiezingsuitslag in 100 jaar tijd. Okay. Dus uh, de Sociaaldemocraten in Duitsland uh, hebben huiswerk. En de groene eigenlijk net zo. In 2019 was er Europees Breed wat werd genoemd een soort groene golf. Later kunnen we het nog even hebben over de Green Deal en de invloed daarvan. En die groene golf die is nu wel een soort groene app geworden. De groene Europees Breed die gaan van 62 naar zo'n 40 à 42 zetels. Dus die raken een derde van, het parlement kwijt, van hun zetels kwijt. Terwijl het parlement in zetelaantal groeit: van 705 naar 720. En we hebben het alsnog verloren. Zetels en alsnog verloren. Ja, dat is wel interessant wat we in de komende jaren gaan zien. Natuurlijk speelt de EVP-fractie een belangrijke rol. Daar komen we in enkele minuten op. Maar het is van de ID-fractie, dus bekend dat ze vooral zeer kritisch zijn op migratie. Dus daar is het vooral waar ze echt zuurstof van krijgen. Dat heel veel delen van de Europese bevolking vindt dat dat maar niet wordt opgelost en ook niet snel genoeg. En een ander opvallend punt is dat ze over het algemeen, of misschien zelfs allemaal, wat meer nou, niet pro-Rusland zijn. Of misschien sommigen wel echt pro-Rusland, maar eerder van moeten stoppen met het geven van militaire steun aan Oekraïne. Weer met Rusland gaan praten. Dus ik ben benieuwd of die stemmen ook later uh, realiteit zullen worden. Als ik daar al gelijk op mag forsorteren, nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk namelijk dat de EVP heel duidelijk heeft gemaakt niet te willen samenwerken met de ID. Uh, nou weten we nog niet waar die nieuwe politieke families in Europa uit zullen bestaan. Uh, wat je moet weten is dat in het Europese parlement na iedere verkiezingen eigenlijk weer heronderhandeld kan worden tussen de verschillende nationale fracties. Tussen de verschillende nationale partijen en die kunnen dan samen als ze aan bepaalde criteria voldoen een nieuwe Europese politieke familie starten. En eigenlijk hebben uh, Le Pen en zelfs Meloni, dus de grote leider van, uh, van Frankrijk en uh, de premier van Italië al laten weten dat zij wellicht een nieuwe rechtsradicale fractie willen gaan vormen. Uh, waarin dan uh, de ID of een deel van de ID en de ECR, meer gematigd radicaal rechts moet ik het maar noemen, met elkaar zouden gaan samenwerken. En bij de ECR, dus waar ook Ja21 en de SGP in zitten, Meloni uh, vanuit Italië en ook Fox vanuit Spanje, is de steun voor Oekraïne een heel stuk groter dan binnen de ID-fractie. En Meloni ziet er ook echt op toe dat de gehele ID-fractie daar wel mee instemt. Ook okay. de pis uit Polen, die oh, deel ja, is van klopt. de ECR. Is ook voorstander van steun van Oekraïne. Dus ik denk dat uiteindelijk in de consensus van een nieuw op te richten. radicaal-rechtse politieke partij in het Europees Parlement. nog steeds uh, zal uitgaan van steun voor Oekraïne. Uh, maar we weten nog niet precies hoe die nieuwe fractie of fracties eruit komen te zien, omdat zij eigenlijk meer verdeeldheid hebben onderling Klop. dan echt een bepaalde gemeenschappelijke basis, anders dan anti-migratie, maar daar alleen kun je niet een hele fractie op baseren. Dus dat wordt lastig inschatten.